Welkom bij Klassement. We zijn een leermiddelennetwerk. En die twee woordjes vinden we heel belangrijk. Enerzijds uiteraard de leermiddelen waar we zelfs gaan in zoeken. Anderzijds het netwerk, en dat zijn jullie, al die leerkrachten die materiaal delen, maar ook al die leerkrachten die het materiaal downloaden, gebruiken, aanpassen, die reacties plaatsen, leuke berichtjes achterlaten voor collega's die materiaal deelden. Dus dat is zeker even belangrijk. We gaan het hebben over klassement en zoeken op klassement. En eigenlijk moet je klassement een beetje zien als een buffet. Daar staat gigantisch veel op. Ik denk ondertussen meer dan 65.000 leermiddelen. En je gaat daar gewoon nemen wat je leuk en lekker vindt. Dus ook bij een buffet, daar passeert van alles. Bij klassement hetzelfde, hè? Er passeert van alles. En je neemt dat lesmateriaal, dit leermiddel eruit wat jou leuk lijkt, wat jou interessant lijkt. En net zoals bij een buffet op zo'n bordje ligt soms wel iets wat je niet zo lekker vindt, dan gooi je dat er maar uit. Ja, ook op klassement, heel veel lesmateriaal is aanpasbaar. Dus je kan daar items uitgooien, dingen in aanpassen. Terug dingen die jij leuk vindt voor jouw leerlingen aan toevoegen. Dus op die manier werk je best met klassement. In deze webinar ga ik het hebben over nauwkeurig zoeken op klassement, want er staat zoveel op. En als je dan de trucjes kent om vlotjes te zoeken, gaat het jou zeker helpen. En in plaats van, ik heb er handouts van gemaakt, die ik ook deel met jullie, maar ik ga het gewoon live aan jullie tonen. Dat lijkt me nog altijd het leukste. Dus ik zit op klassement en ik ga lesmateriaal zoeken. En ik zelf ben leerkracht PAV, dus als ik nu les zou geven... Hot topic momenteel, sexting. Ja, dus ik ga zoeken op sexting. En ik zie hier al dadelijk, ik kan kiezen voor het thema. Dat is al samengesteld door een aantal collega's. Of ik kan zoeken op het trefwoord. En ik ga zoeken bij het trefwoord. En ik zie oei 54, als ik die allemaal moet doorbladeren, dat is ontzettend veel. Ja. Dus we gaan zelfs hier de linkerbalk bekijken. Zoals ik al zei, ik gaf... PAV in het BSO, in de derde graad. Dus je klikt jouw doelgroep aan. Als jullie met mij aan het meeklikken zijn, dan gaat het voor jullie waarschijnlijk anders zijn. Ja, in de vorige webinar hebben we ons profiel juist gezet. En het onderwijsniveau en de vakken die je ziet, zijn aangepast aan jouw profiel. Ja, dus als jij lesgeeft in de lagere school, ga je hier lagere school zien staan. Geef jij les in het volwassen onderwijs, dan staat hier volwassen onderwijs. Je kan uiteraard ook wel zoeken buiten jouw profiel. Dus als ik zeg van ik wil toch kijken wat er voor lager onderwijs is, kan je dat openklikken. Maar standaard staat er voor jou al klaar wat jij normaal nodig hebt. Ik zoek lesmateriaal voor PAV. Wat kan je nog doen? Het soort leermiddel. Je ziet dat er hier vier soorten zijn. Ik overloop straks welke soorten leermiddelen er allemaal zijn. In dit geval denk ik, oh ja, vooral downloadbaar lesmateriaal is leuk. Dus ik klik dit ook nog aan. Wanneer ik verder naar beneden scroll, zie je nog ontzettend veel filters. Ja. Ik zie dat ik er al maar 6 meer over heb. En dan denk ik, oké, dat is minim genoeg om door te zoeken. Stel dat ik er nu nog altijd 50 had of 100, kan je ook zoeken op datum. Dit is een filter... Een van de enige die hier van onder staat, die ik wel vaak gebruik, is filter op datum wanneer je naar beneden klikt. En je klikt in dit vakje. Ik heb keigraag zo het nieuw materiaal. Zo. Niet, ja, klassement bestaat al super lang en al dit materiaal blijft online staan. Maar voor mij leg ik de limiet heel vaak op, oké, als het 3 jaar geleden is, dat is nog nieuw genoeg. En dan zie je het laatste nieuwe lesmateriaal. In het geval van sexting waren die 5 leermiddelen. Van de laatste 3 jaar. Deze 5 leermiddelen, dat is mijn zoekresultaat. En je kan die weergeven zoals ze nu staan. Dus ik zie een titeltje, korte uitleg en een afbeelding. We weten dat leerkrachten lager onderwijs en kleuter dat graag op een andere manier zien. Dus je kan ook leerkrachten secundair kunnen, dat als ze willen, op dit icoontje hier klikken. En dan krijg je die in vierkantjes te zien. Zo'n beetje zoals op... ik ben het even kwijt. Maar zo die blokjes die je ook kent van...
alleszins maakt niet uit. Maar ik zelf vind dus deze het leukste. Ik vermoed dat je Pinterest bedoelde, Els. Ja, inderdaad. Ik was aan het denken, ik weet dat het eruit ziet. Ik ken het icoontje Pinterest. Dus ik kan het klassement een beetje een Pinterest-look geven. Nu, sommige zoekopdrachten ga je heel vaak opnieuw willen gebruiken. En dan kan je die zoekopdracht bewaren. Ja? Dus dat wil zeggen, ik ga deze filters die hier staan, bewaren. Ja? Ik heb ze hier nu staan op relevantie. Ik kan ook zeggen, ik wil het gesorteerd op datum. Het meeste nieuwe leermiddel staat bovenaan. En nu klik ik op bewaar zoekactie. Ik had iets opgezocht over sexting. Als ik nieuwe leermiddelen wil weten of die er nog binnenkomen, vink ik dit aan. En dan klik ik op bewaar. Ja. Stel, ik ben deze week nog volle bak aan het lesgeven over dit thema. Wanneer er nieuw lesmateriaal binnenkomt op klassement over dit onderwerp, wat voldoet aan mijn zoekopdracht, ja, komt er bij dit belletje een nummertje te staan. En dan verschijnt het hier tussen. Dus dat is super praktisch om dit aan te zetten. Ja. Stel, volgende week wil ik nog eens kijken, is er nog iets nieuws binnengekomen voor sexting? Of volgend jaar, je gaat opnieuw, bij PAV komen heel veel thema's vaak terug. Wanneer je op de startpagina zit, of ook wanneer je hier bij leermiddelen zit, heb je jouw bewaarde zoekacties. Je klikt naar beneden. En ik heb hier bijvoorbeeld Actua. Vind ik een heel belangrijke, komt heel vaak terug in mijn vak. Dus dan kan ik gewoon, wanneer ik daarop klik, ik zal nu terug op die van sexting klikken, dan zie je dat de filter daar nog steeds staat ingesteld zoals ik wil. Het fijne aan die zoekacties, je kan die beheren, je kan die aanpassen. Als je zegt van, oei, ik zie hier staan kennismaking 3 bij zo, dit vak geef ik niet meer of ik sta niet meer bij die doelgroep, kan je dit gewoon heel makkelijk verwijderen, die zoekopdracht. Bijvoorbeeld, volgende week geef je geen les meer over sexting, dan is het niet nodig dat je nog meldingen krijgt. Als er nieuw lesmateriaal is, kan je dit ook heel makkelijk uitschakelen. Dus zo kan je heel makkelijk jouw zoekopdrachten die je hebt opgeslagen aanpassen. Ja. Dus ik heb gewoon uitgelegd in de zoekbalk jouw zoekterm. Die linkerbalk die voor iedereen heel individueel is, heel persoonsgebonden is. Ja, is bij iedereen anders. Je kon kiezen op welke manier het werd weergegeven onder elkaar, titeltjes. En uitleg of heel Pinterest look, die vierkantjes. En dan de soorten leermiddelen. We hadden er net gezien, er waren 4 soorten toen ik zocht op sexting. Er zijn er een hele hoop. Je hebt downloadbaar lesmateriaal, dat zijn die blaadjes. Gewoon heel makkelijk, je downloadt ze en je print ze af. We hebben websites, apps en software, artikels, ook heel vaak interessant, leerkrachten die vertellen wat zij doen in hun klas bij een bepaald thema. Fysiek materiaal, heel vaak van organisaties die iets uitlenen. We hebben ook aankondigingen, er zijn nascholingen. Je kan beeldmateriaal vinden, video's, audio en dan tenslotte AI-oefeningen. Ik had ook al het trucje van de datum. Stel dat je heel veel leermiddelen vindt, kan je bijvoorbeeld zeggen, ik wil alleen maar recent materiaal van de laatste 2 of 3 jaar. Dus dat is zo'n extra zoekfunctietje. En dan krijg je jouw resultaat. En dan kon je dit bewaren. Je gaf dit een naam, heb ik net uitgelegd. En dan vind je die telkens terug. En dat is heel makkelijk, hè? Je kan die snel terugvinden. Je kan die instellen, je kan die namen aanpassen. Dus de makkelijkste manier om te zoeken op klassement is eerst heel breed. Je geeft jouw zoekwoord in met nog weinig filters. Als je ziet dat je heel veel resultaat hebt, ga je dat verfijnen door die filters in de linkerbalk. En tenslotte kan je dan sorteren ofwel op datum, het meest recente bovenaan, of op score. Ja, dat is hoeveel sterretjes hebben andere leerkrachten aan het lesmiddel gegeven. Een laatste interessante nog. Ik had nu gezocht op 3BSO. Ook is het heel vaak wel eens interessant om te kijken of op te filteren op niet niveaugebonden en niet vakgebonden. Ook daar is het vaak lesmateriaal wat voor een heel breed publiek bruikbaar is.
Wanneer je nu zo'n leermiddel openklikt, krijg je altijd dezelfde informatie. Daar staat de omschrijving van het leermiddel, een linkje om het te downloaden, de ontdek ook. Dat is meestal ingegeven door de moderatoren. Als je dit lesmateriaal leuk vindt, is het ook zeker tof om een van deze leermiddelen te bekijken. De metadata zijn onder andere de trefwoordjes en dan scores en reacties van het netwerk. Dus dit ziet er zo uit. Hè? Jullie als klassementgebruikers hebben dit al vaak gezien. Ja? De titel en de omschrijving. En dan belangrijk is vooral dit. Elk leermiddel heeft een uniek nummertje. Als je daar het dollartekentje voor hebt, vind je dit heel makkelijk terug. Dus dan kan je heel makkelijk tegen jouw collega's zeggen, oh, ik had een leuk leermiddel op klassement, je geeft hen die nummer. En zo kunnen ze snel terugvinden wat jij zo leuk vond op klassement. Ook de auteursrechten worden vermeld. En je kan het ook op een andere manier heel makkelijk delen met jouw collega's. Je kan het mailen of via Facebook doorsturen. Stel dat je een leermiddel vindt waar een probleem in zit. Een tipfoutje, een linkje wat niet werkt, het materiaal opent niet. Mag je altijd op meld probleem klikken. Tippen wat er fout is gelopen en dan helpt onze collega Lies jou met plezier verder. Het leuke van deze zoekopdrachten is, ook op jouw smartphone werkt klassement. Stel je zit op de trein naar huis en je hebt geen tijd om jouw laptop erbij te pakken of de verbinding is slecht of je zit in de wachtkamer bij de dokter. Gaat tonen. Op jouw gsm gaat het net hetzelfde. Je geeft jouw zoekwoord in. In dit geval bijvoorbeeld evalueren. En dan wil je filteren. Aangezien jouw gsm smaller is, komt de filter van opzij. Ook deze staat klaar naar gelang jouw profiel. Je ziet dat je nog heel veel resultaten hebt, dus je gaat verder filteren op vak. En je kan net zoals ik daarnet heb getoond op klassement, deze zoekopdracht bewaren. En wanneer je thuis komt, moet je niet meer al die filtertjes ingeven, maar kan je gewoon, wanneer je aan jouw computer zit, die bewaarde zoekactie, ik wil die bekijken en dadelijk zoeken tussen het materiaal wat je overhield door zo nauwkeurig te zoeken.